Ja, dan was ik dood geweest. En ik denk dat ik wellicht andere mensen ook heel veel schade had aangedaan. Hier gebeurde het? Hier gebeurde het, ja. Wat gebeurde er? Ja, één ballonnetje en ik ging knock-out. Ik maakte een hele harde klap op de grond en lag vervolgens bewusteloos. Je was gewoon helemaal weg? Ik was helemaal weg, ja. Het zorgt ervoor dat je tijdelijk even te weinig zuurstof hebt. Je krijgt er een warm gevoel van en dat is gewoon een fijn gevoel. Gewoon even uitchecken, gewoon even niet in de realiteit zijn, heel kort. Dat is echt maar voor 2 minuten. Zo lang duurt ongeveer één Ja, teug. Misschien nog wel korter. Wat kan er gebeuren, behalve dat het lekker is? Als je het heel veel gebruikt, worden je hersenen steeds trager. Dus je vergeet steeds meer. Natuurlijk het risico dat je bewusteloos raakt, met alle gevolgen van dien, ook in het verkeer. En je hebt geen controle over je lijf soms. Weet je. Je kan door je benen heen zakken of je valt gewoon een stuk sneller. Wel meerdere ballonnen altijd, maar die ene keer dat ik het toen deed, dat was echt maar één ballonnetje. Snapte ik zelf niks van. Denk, hoezo kan één ballon, kan ik daar nou ook oud van gaan? Dus maar, stel dat je toen achter het stuur had gezeten. Ja, dan was ik dood geweest. En ik denk dat ik andere mensen ook heel veel schade had aangedaan. Ja. Jij hebt er nooit meer achter het stuur gezeten, hè? Nee, gelukkig niet, omdat ik geen auto heb. Maar als ik wel een auto zou hebben, dan denk ik wel dat ik dat dan ook gedaan had. Het is niet aantoonbaar in je bloed. Mijn visie wil niet zeggen dat dat de juiste is, maar zie ik het wel iets als stoer doen. Weet je, gewoon leuk met die ballonnen. Ik zie genoeg mensen die dat doen, gewoon stoer doen. Nee, helemaal niks meer. Ik drink niet meer, ik gebruik niet meer. Nee. Ja. Er komt een beetje trots op het gezicht. Ja, klopt. Ja, lange weg, maar ik ben blij met waar ik nu sta. Gewoon zonder alle rotzooi. Ja.